Bewoners van Krabhof die geen computer hebben of hem niet kunnen gebruiken, kunnen voortaan terecht in Krabbehoeven. Mensen kunnen zich inschrijven in een logboek wat wij hebben neergelegd bij onze computer. En dan kunnen ze van een half uur tot twee uur maximaal per dag inschrijven. En dan kunnen ze gebruik maken van de computer. En dan hebben we daarna spreekuren. En daarin geven vrijwilligers computerles. Wethouder Rijnvaan probeerde de computer als eerste uit. Hij doet het. Applaus voor dat ding. Nu staat er nog maar één computer, want dat is best een investering. Het vroeg om een creatieve aanpak. We zijn met de wijkwens begonnen. Eigenlijk is het idee van de zomer geboren. Wij zijn ook bij Helpen ontmoetingsplek. En wij denken dat door een fysiek een computer aanwezig te hebben, dat medium ook beter gaat werken. De wijkwens ingediend is gehonoreerd. Daar zijn we heel blij mee. Hebben we nu één computer van kunnen kopen. We hebben zaterdag de vierde prijs bij de ING gekregen. Ook 1500 euro, daar zijn we super blij mee. Kunnen we nog een computer verkopen? Dus we gaan uitbreiden. Wie mensen wil helpen bij het leren gebruiken van een computer, moet zich even melden, want ze zoeken nog vrijwilligers.